Hoi allemaal, ik ben Dorieke en ik wil met jullie even een hele mooie box laten zien. En dat is de Creta Color Box. Ze noemen dat ook wel de Teacher's Choice. Nou, dat komt goed uit, want ik ben een teacher geweest voor heel erg lang. En nog steeds eigenlijk. En ik wil even laten zien wat je allemaal in die box hebt. Nou, van alles zit daarin. En als je zo'n box krijgt, bijvoorbeeld voor je verjaardag, dan weet je vaak niet wat je er allemaal mee kan doen. Daarom wil ik eigenlijk hier een beetje stap voor stap doorheen gaan om te laten zien wat je er allemaal mee kan doen. Ik ga niet alles uitleggen nog, maar wel heel veel. En dat is het leukste als je dan meteen iets leuks kan maken. Dus we gaan een heel schattig vogeltje maken. Laat ik eventjes zien. Een struisvogel. Natuurlijk lijkt het niet helemaal echt, maar dat is juist ook leuk om een beetje anders te maken. Nou, we gaan hem even maken. Nou, hiervoor hebben we nodig. Ik noem dat de sepia colors en ook de witte. Dus die mag je er alvast uithalen. En zorg ervoor dat je ze goed geslepen hebt. Dat is handig, want er zit ook een puntslijpertje bij. Dus die kan je gewoon gebruiken. Ik heb het natuurlijk al gedaan. En daarbij hebben we dan nodig een kneedgum. Dan haal ik een stukje uit. Deze is heel erg fijn. Deze is namelijk heel erg plakkerig. Je kan hem heel goed kneden tot een puntje. Dus dat is fijn. Dus dat doe ik alvast eventjes. En een HB-potlood om het struisvogeltje even op te zetten. Oh ja, en ik heb vandaag geen lineaal, want ik wil eigenlijk alles van de box gebruiken. Dus ik wil niks anders toevoegen. Dus ik pak het nou iets anders. Een blokje. Dit wordt even mijn lineaal. En dit wordt, als je goed kan zien, zo. Dit wordt de ondersteuning van de ogen. Dus die zet ik eronder. En dan zie ik dat die ogen ongeveer daar zitten. Dus die ga ik nu ook tekenen. Dat is de eerste stap. Zo. Nou, als je wil mag je een lijntje zetten. Maar dat hoeft dus niet. Ik doe het niet. En dan maak je hier zo'n beetje een ovaalachtig iets. En daar ook. Als je denkt, oh, we zijn nog niet gelijk. Dat maakt niet uit. Dat komt later. Oké. Hier zien we ook. Dan heb je hier zeg maar die twee oogjes. Als je zo kijkt, dan zie je dat dat snaveltje er net iets uitsteekt. En daaronder ook. Nou, dat is makkelijk, want dan kunnen we dat meteen even doen. Hier steekt hij iets uit. Neusje, snavelachtig. Zo. En hieronder steekt hij iets uit. Deze kan weer mooi terug, want die hebben we niet meer nodig. En nu gaan we even kijken naar hoe dat snaveltje verder loopt. Deze loopt wat boller. En het hoeft allemaal niet zo precies. Je maakt een beetje je eigen leuke, lachende, gekke snavel van. Dit loopt een beetje als een boogje. Zo. En natuurlijk een beetje zo'n kronkelachtig iets zo. Die loopt omhoog. Daar ook. Lijkt wel een soort snorretje. En natuurlijk het middenlijntje. Zo. Daar ook. Dit is eigenlijk het enige wat je met je HB-potlood tekent. Voor de rest is het allemaal met de mooie sepia-kleurtjes. Dus dat is wel dat is leuk. Gewoon streepjes zetten. Zo. Heb je nou heel erg dik getekend of een beetje te vet getekend, dan moet je toch een klein beetje weg gaan gummen, want dat ga je wel zien. Dan controleer je nog eventjes of de ogen ongeveer wel gelijk zijn. Nou, je ziet dat ik hem hierboven heb gehad, dat hij dan hier een beetje afvlakt. Ik wil hem echt even rond hebben, dus dat doe ik nog eventjes. Nou, ik vind ze ongeveer wel gelijk. Zo, en als je het nou heel erg leuk vindt om één oog heel groot te maken, dan mag je dus ook zelf weten. Nou, ik heb al gezegd dat je hiervoor de sepia kleuren nodig hebt en een wit potlood. Daarbij wil ik nog even eentje toevoegen, omdat ik echt wel even het contrast wil hebben. Hierin zitten ook allemaal houtskoolpotloden. En die zijn in verschillende zachtheden. En ik pak nu eventjes een medium 3 hiervoor. Dat vind ik wel fijn. Ik begin daar dus mee en ik ga daar de hele donkere lijnen even laten zien, zodat je al een beetje een gevoel krijgt hoe het gaat worden. Ik gebruik deze
Omdat dit is niet zo heel erg hard, maar ook niet heel erg zacht. Want als je nou de zachte pakt, en je ziet het verschil al. Die slijp je ook vaker. En die is veel zachter. En dat krummelt gewoon veel meer. En dat veegt veel meer uit. En ik wil wel dat ons struisvogel een beetje netjes blijft. Zo, dus die mag niet meedoen. Hupsakee. We gaan naar de medium. Even het oogje overtrekken. Nou, dat is allemaal niet zo moeilijk. Die ook. En dan gaan we nog even het neusje doen. Noem dat het neusje. Ja, we trekken dus eigenlijk gewoon de lijnen over. Zo. En deze, hier zo, die mag wel wat dikker. Je krijgt een soort, we noemen dat slagschaduw. Dat is dan de donkerste schaduw. Zo. En even eronder. En je ziet al dat hij best wel... Ja, het voelt gewoon aan als een potlood, maar het mooie is dat dat gewoon niet gaat glimmen. Ik heb hem ook wel eens met potlood gedaan en dan zie je toch wel dat grafiet gaat glimmen en dat wil ik juist niet. Nou, dit is wel even goed zo. Nu wil ik direct overgaan met mijn favoriete witte potlood. En wij kleuren hier even het randje in en kijken hoe mooi dat wordt. En dat is mooi, want wij werken namelijk op een kraftpapier. Omdat het dus bruin is, is dat je gewoon met een wit potlood het witte gewoon heel goed ziet. En dat geeft een heel gaaf effect. Dat doen we hier ook eventjes. Ik doe het wit eerst, zodat ik zeker weet dat het echt mooi wit is. Want als je eerst houtskool of andere kleur gebruikt en daar overheen nog met wit probeert. Nou, je mag het uitproberen, maar mijn ervaring is dat je dan niet het frisse wit krijgt. En ik wil juist dat het even lekker fris eruit ziet. Hier ook even mooi hieronder. Je kan best hard drukken. Dat is heel stevig. Dat is wel fijn. Je ziet nu al dat het een beetje contrast geeft. Hè? Dat is leuk. Zo. Nou, dan gaan we ook een beetje al die haartjes hier inzetten. Het loopt een beetje als een soort, soort ster. Je houdt hem er wat dichterbij, zodat je wat meer controle hebt over de lijntjes. Zo. Aan die kant op. Hoeft allemaal nog niet zo precies, want we gaan toch nog overheen. Maar de richting is wel belangrijk, dat je die wel goed doet. Zo. Hier een beetje zo. En hier mag je wel even, zelf weten hoe je hem doet, maar ik doe hem nu even lekker zo. Dat je hier ook eventjes zo erlangs gaat. Een paar van die dingetjes. Een beetje de vorm van het struisvogeltje. Zo. Nou, we leggen hem even aan de kant. We gaan hem heus nog wel een keer pakken. Ik wil deze ook nog wel even doen. Dat vind ik wel mooi. Het glansje in de ogen. En nou gaan we een kleur toevoegen. Nou, je hebt er drie. Deze. Ik pak nou de rode. Dat is deze. En daarmee wil ik eigenlijk de ogen eventjes mooi inkleuren, de onderkant. Ik vind het leukste om eerst de ogen te doen, want dan kunnen ze je meteen al even aankijken. Ik mag graag aangekeken worden. Nou, daar gaat hij. Zo. Hier komt wat zwart boven, dus dat doe ik allemaal niet. Stel je voor dat je nou denkt, ik ga hem toch helemaal kleuren. Ik wil hem daarna toch nog zwart hebben. Hier kan je wel heel goed met de houtskool overheen, dus dat is geen enkel probleem. Nou, dan gaan we weer wat haartjes zetten. Nou, dat kun je bijna met je ogen dicht doen. Nou, ik vind nu ook wel tijd voor wat donkere. Gaan we naar deze. Dat is de Sepia Dark. Ik wil er wat mee uitkijken, want die is best wel heftig. Ik ga deze ook even inkleuren, hierboven. Zo, zo'n neusgaatje. En hier een beetje erbij. En hierboven.
Dat mag ook met houtskool, maar ik doe het nu hiermee. Dan kun je ook zelf beslissen of je dat nou met houtskool die mooie wimpers wil maken. Ik ga dat wel doen. Hetzelfde een soort pluimpje-achtig iets. Zo. Daar ook. Dat is wel leuk. En hieronder ook. Hier nog een beetje overheen kleuren. Hier ga ik ook wat streepjes mee zetten. Ik heb allerlei soorten kleurtjes door elkaar. Ik vind het wel leuk als je hem niet te donker maakt. Kijk, nu gaat het wit een beetje weg. En dat wil ik wel weer even wat erbij halen om lekker dat contrast te houden. Ik ga het nog even wat extra tussen zetten. Het hoeft niet per se echt een streep te zijn, maar dat je wat kleurt. Zo. Nou, we gaan zelf ook nog wat lippenstift op doen. Op het snaveltje. Ja, dit is ook eigenlijk meer een persoonlijke keuze. Als je denkt van, nou, ik vind het helemaal niet leuk dat wit. Dan doe je dat niet. Dat is jouw kunstwerk, hè? Dus jij bepaalt. Deze hebben we nog niet gehad. Maar die komt heus nog wel aan bod. Maar eerst even wat op de lippen doen. Het snaveltje. En dat is ook een beetje wat je leuk vindt. Zo, misschien daar nog wat. Ja. Zo grappig. Ik vind het ook leuk als je gewoon dat bruine papier er doorheen ziet. Zo. Nou, dan ga ik de laatste pakken. Die heeft nog wel een puntje. Je kan ook iets verder slijpen, maar dat is op zich al goed. Dan ga ik nog even wat van die leuke streepjes er zo tussen zetten. Even lekker laten lachen, of ietsjes omhoog laten krullen. En je zou bijvoorbeeld hier nog iets kunnen kleuren om hem af te maken. Of hier ook je naam kunnen doen. Ja, mijn naam is Drieke. Mijn achternaam is Duis, dus ik kies voor Duis. Zou je dat Duis kunnen doen. En dan is je struisvogeltje af. Leuk in een lijstje doen. Dan heb jij iets moois om te laten zien.